Hi allemaal, wat leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag een hele andere soort video dan jullie gewend zijn van mij. Maar toch een video die ik denk dat heel veel van jullie zal helpen. In deze video wil ik boeken gaan bespreken met jullie die mij heel erg hebben geholpen. In mijn wandel en met mijn geloof en met genezing. Voor degenen die genezing nodig hebben, ik heb echt heel veel boeken die daarbij zouden kunnen helpen. En ik wil beginnen met het eerste boek dat mij echt superveel heeft geholpen. En dat is dit boek. Het is een Engels boekje. Ik weet niet of die ook in het Nederlands te krijgen is. Of dat dit te vertalen is. Dus voor degenen die hier interesse in hebben. Ik kan het ook een keer vertalen voor jullie in een gebed eventueel. Dit boekje heet Prayers That Drive Demons. Het is een boek van John Eckhart. Noemt zichzelf een apostel. Hij is een bekende man uit Amerika. En in dit boekje staan allerlei gebeden tegen demonen. Nou, sommigen van jullie weten niet veel van demonen. Hij legt ook in het boekje dingen uit over demonen. Wat het precies zijn. Wat het doet met je als je demonisch bijvoorbeeld aangevallen wordt. Dus ben je iemand die aangevallen wordt, die last heeft van demonen, die echt wil gaan bidden tegen deze dingen. Dit is ook een boekje waar je gebeden hebt voor zelfbevrijding, wat ook heel belangrijk kan zijn. Dus dan wil ik dit boekje echt heel erg aanraden. Je hebt natuurlijk ook een e-book, dat is online, dus dan kan je het op je telefoon. En je hebt vast ook wel een luisterboek ervan, dat je ernaar kan luisteren. Je hebt vaak op YouTube ook zijn boeken die dan worden voorgelezen. Dat is dan ook een soort luisterboek. Dus als jij hier interesse in hebt, koop dit boek dan. Of beluister dit boek. Er zijn verschillende hoofdstukken. Nou, ik heb hem echt helemaal, zoals je ziet, heel vaak gelezen. Er staan gebeden. Ik zal even voorbeelden noemen. Gebeden voor bescherming. Gebeden tegen vloeken. Het zijn allemaal gebeden tegen duisternis. Het zijn allemaal gebeden die krachtig zijn. Wanneer je dit over jezelf gaat uitspreken. Gebeden voor genezing. Gebeden voor, voor je gezondheid. Ook gebeden voor zegeningen. Het zijn allemaal gebeden die gebaseerd zijn op stukjes uit de Bijbel. Het is dus totaal niet zomaar zelf verzonnen of een raar boek met duistere dingen. Nee, dit zijn echt dingen die in het woord van God staan. En de Bijbeltekst die hij dan ook gebruikt, staat er ook achter. Je hebt in dit boek ook gewoon uitleg erbij. Er staat gewoon uitleg bij. Top boekje. Voor degene die bevrijding nodig hebben. Dit boek. Ik zeg dit tegen jullie omdat ik weet dat het lastig is om soms zelf te bedenken waarvoor je moet bidden. En wat je kan zeggen tijdens een gebed is soms ook lastig. Dus vandaar dat dit boek echt heel erg goed is. En voor degenen die er meer van willen weten, een berichtje achterlaten onder de video, dan reageer ik daar zeker op. Oké, het volgende boek wat mij superveel heeft geholpen, qua genezing specifiek, is een boekje van Charles Capps. En het heet The Creative Power of Healing, volgens mij. Maar ik ga dat boekje, die heb ik hier niet, want het is een heel klein boekje. Echt voor mij echt helemaal uit elkaar is gevallen. Ik heb toen het boekje digitaal opnieuw gekocht via Amazon. En heb ik dat boekje, nou, velen die mij kennen, die mij echt al jaren kennen, weten dat dit boekje voor mij mega wonderen heeft verricht. Het boekje is De Kracht van Woorden. Wat kunnen woorden voor jou betekenen wanneer jij genezing nodig hebt? Spreken in geloof, dat is eigenlijk ook wat het is. Dit boekje is Engels. Ik weet niet of je het boekje ook in het Nederlands kan krijgen. Maar ik wil jullie graag helpen met het lezen van dit boekje. Dus als je hulp nodig hebt bij het lezen van dit boekje, omdat je geen Engels kan, wil ik jullie daar zeker bij helpen. Het boekje gaat er eigenlijk om dat je je woorden gebruikt om genezing over jezelf uit te spreken. Hiervoor worden ook Bijbelteksten gebruikt. De juiste woorden met de Bijbel gebruikt voor genezing. Hoge bloeddruk is een van de voorbeelden waar ik het even snel over zal hebben. Als je hoge bloeddruk hebt en jij loopt daar al jaren mee, je slikt daar medicatie voor en jij wil een verandering daarin zien, dan kan jij bijvoorbeeld iedere ochtend bidden voor een bepaalde bloeddruk. En hij zegt dus ook in het boekje precies wat je dan moet zeggen. Dus dan zeg je in Jezus' naam bid ik dat mijn bloeddruk
zoveel en zoveel is. En dan ga je dat iedere dag herhalen en iedere dag herhalen en iedere dag herhalen. En dan ga je zien dat je geloof ook gaat groeien. Want ik begon met het lezen van het boekje toen ik zelf ziek was. En ik dacht van, nou, wel een beetje vreemd. Maar na verloop van tijd begin je te lezen en denk je, wow, ik geloof dit. Het is waar, dit is Gods woord en het komt op leven. Dus vandaar dat ik dat boekje ook echt onwijs wil aanraden voor mensen die genezing nodig hebben. Dat geldt trouwens ook voor het boekje wat ik net liet zien. Prayers That Drive Demons. Dat boekje van John Eckhart. Het volgende boek wat ik jullie wil aanraden. Want we moeten ons geloof opbouwen. En dat kunnen we doen door het lezen van het woord. Dat kunnen we doen door gebed. Dat kunnen we doen door aanbiddingen. Dat kunnen we doen door vasten. Vele dingen. Maar belangrijk is ook dat we onszelf de kans geven om meer te leren. De kans geven om te groeien in het geloof. En dat kunnen we soms niet doen vanuit onszelf. Want wij hebben die kennis niet. En wanneer we die kennis gaan krijgen, dan kunnen we verder gaan. Nou, het volgende wat ik jullie heel erg wil aanraden is dit. Dit is ook meer voor mensen die God nog niet zo goed kennen. En die een relatie met God willen opbouwen vanuit de basis. Dus als je al heel veel Bijbelkennis hebt en je hebt al heel veel weet van God, dan is dit boekje niet voor jou. Dit boekje is echt voor mensen, want dit boekje is een Bijbels dagboek voor tieners. Nou, je denkt dan van, ja, ik ben geen tiener meer. Want dit boekje is echt een basis. Het is een dagelijks stukje waar je uit kan lezen, wat simpel verwoord is, waar heel veel kennis uitkomt en waar je gewoon per dag een klein beetje tijd met God kan besteden. Dit boek, het Bijbeldagboek voor tieners, is helder, informatief en concreet. Nou, het is echt zo. Wij hebben dit met onze kleine gemeente gelezen en het was dus een dagelijks stukje wat ik voor ging lezen of mijn moeder las het voor. En dan stuurden wij dat als een voice note naar de groep op WhatsApp. En het heeft heel veel mensen heel veel geholpen. Heel veel kennis heb ik hier zelf ook nog uitgehaald. Terwijl ik toch best wel veel Bijbelstudies al gedaan had. Dus voor de mensen die nieuw zijn in het geloof. Die interesse hebben in meer weten van de Bijbel. Interesse hebben met een diepe relatie met God. Die wat makkelijkere teksten willen. Die niet al te moeilijk. Dan is dit boekje voor jou. Die kan je gewoon bestellen. Ook op bol.com volgens mij. Dus dit boekje, topboekje. Als iemand geen geld heeft of het niet kan betalen, wil ik het best naar iemand sturen. Dus laat het weten als jij degene bent die dit boekje wil. Natuurlijk niet te veel, want ik heb er maar één. Maar ik kan dit boekje wel naar iemand sturen, eventueel, die het heel hard nodig heeft. Dus deze, supergoed. Dan voor de mensen die al heel goed zijn en die al verder zijn met hun wandel en al heel goed zijn in een relatie hebben met God. Hearing from God Each Morning. 365 dagelijkse devotions van Joyce Meyer. Nou, de meningen zijn verschillend over Joyce Meyer. Sommigen vinden het helemaal geweldig, anderen niet. Dit boekje vind ik helemaal super. Er staan heel veel dingen in waar je iedere dag gewoon wat aan hebt. Ik heb dit boekje zelf tweedehands besteld. Gewoon op Amazon. Helemaal niet bijzonder, maar het is een boekje met een goede basis. Er staan hier heel veel dagelijkse teksten. Het is weer zo'n dagelijks boekje. Waardoor je echt die relatie met God gaat opbouwen. Het is echt een boekje waar je veel uit kan halen. Helaas is het Engels, maar ik denk dat het sowieso wel in Nederlands vertaald is. Het heet Hearing from God Each Morning, 365 Daily Devotions. Dit boekje, geweldig. Dus als je het wil lezen, het is een Bijbels dagboek voor iedere dag. Kan je dit dus heel makkelijk lezen. Er staat hier, maak tijd voor God. Herken zijn stem in gebed. Onderhoud je relatie. Such as a sustained relationship with others while developing your intimacy with God. Dit is het gewoon. Je hebt een diepere relatie met anderen omdat je God beter kent. Je kan mensen beter helpen, beter binnenlaten. Dit is echt een super boekje. Het heeft mij ook heel veel geholpen. Heel veel kleine tekstjes met heel veel kennis erin. Dit boekje heb ik bij iemand anders gezien die ook soms dagelijks dat deelde. Toen dacht ik, wow, echt supergoed. Dus dit boekje ook voor de mensen die wat verder zijn in hun wandel. Dan voor de mensen die van Bijbelstudies houden, zoals ik. Dit boekje, hij ziet er nog heel nieuw uit, want ik heb dit boekje ook voor mijn man besteld. Het heet In All Things, a 9-week devotional Bible study. Nou, dit is dus een 9-week lange Bijbelstudie van Melissa B. Kruger.
ik wil het niet te lang maken voor jullie. Maar deze vrouw, Melissa B. Kruger, heeft meerdere Bijbelstudies. Dit is voor de mensen die toch beter Engels kunnen. Dit soort boekjes geven je een inzicht in het woord van God. Deze is over, het gaat over het boek Filippenzen, dus dan ga je het boek Filippenzen bestuderen. Dit heeft mij ook heel erg geholpen. Ik ben er zelf nog mee bezig. Ik heb er niet 9 weken over gedaan. Ik heb er veel langer over gedaan, omdat ik ook veel dingen tegelijk doe. Maar dat geeft helemaal niet. Dit boekje heeft mij ook heel erg geholpen. Dit boekje is geweldig. Je schrijft er ook in. Je kan ook zeggen van ik schrijf er niet in, zodat ik het daarna nog aan een ander kan geven. Maar het is een geweldig boek om je op weg te helpen om te beginnen met het lezen van het woord van God. Daar gaat het eigenlijk een beetje om. Dus dit is heel belangrijk. Als je iemand bent die meer wil verdiepen in Gods woord, die meer Bijbelstudies wil lezen en die meer wil gaan doen met de Bijbel, die zich aan meer in wil gaan verdiepen. Helaas, het is Engels, maar dat geeft niet. Ik heb ook die Nederlandse gedeeld, die wat makkelijker is. Daar kan je ook stukjes voor jezelf opschrijven. En er staan ook al Bijbelteksten in dat andere boekje, dat Bijbels dagboek. Dus dat is een ander boekje van mij die ik veel lees dit moment. Dit zijn boekjes die ik eigenlijk nu een beetje in mijn leven heb. Nou, die Charles Capps, die krijgen jullie nog te goed van mij. Zal ik ook waarschijnlijk wel gewoon even in de tekst zetten. Dat kan ik wel doen tijdens het filmpje. Dan wil ik aanraden voor de mensen die de Bijbel moeilijk vinden. Voor de mensen die Bijbellezen lastig vinden. De Bijbel in gewone taal. Het is natuurlijk veel dikker dan een normale Bijbel, omdat het allemaal wat makkelijker is. Maak je geen zorgen als je denkt dat je de oude vertalingen moet lezen. Het gaat er niet om dat je alleen maar de oude vertalingen leest. Het gaat er niet om dat je snel leest. Het gaat erom dat je de Bijbel leest. Het gaat erom dat je het rustig leest, het in je opneemt en erop mediteert. Dus voor de mensen die deze Bijbel nog niet kennen, de Bijbel in gewone taal, of op de Bijbel-app die je kan downloaden op je telefoon, is de Basisbijbel, BB, geweldig. Dus ik raad jullie echt aan. Ga, als je geen geld hebt voor deze boeken, op je telefoon dingen downloaden. Je kan dus de Bijbel downloaden. Dan kun je verschillende versies van de Bijbel op je telefoon opslaan. Dan kan je daarnaar luisteren. Ook niet naar de Basisbijbel. Die is nog niet beluisterbaar. Maar het boek, wat ook makkelijkere taal is, kan je wel beluisteren. Voor de mensen die moeite hebben met lezen, voor de mensen die slechte ogen hebben, dat soort boeken kan je gewoon beluisteren. Je hebt ook luisterboeken. Je hebt ook luisterboeken op YouTube. Zoek het gewoon een keer op. Probeer het op te zoeken als je een boek hebt wat je heel graag wil lezen, maar je hebt hem niet gekocht of je twijfelt nog. Je kan vaak ook een stukje beluisteren in je app. Je hebt namelijk ook een boeken-app op je telefoon. En daar kan je dus ook downloaden. En dat is dan voor de mensen die een iPhone hebben. Deze video heb ik eigenlijk gemaakt om jullie een beetje te bemoedigen en een duw te geven in de juiste richting. Dit is voor mensen die houden van lezen en voor mensen die interesse hebben in groeien in het geloof. Boeken voor het huwelijk. Daar heb ik ook wel advies voor. Het is een boek wat gaat over liefdestalen. De 5 liefdestalen. De 5 love languages. Die kan je lezen in het Engels en ook in het Nederlands. En je kan ook een test doen voor liefdestalen. Dit is voor mensen die misschien relatieproblemen hebben. Of mensen die hun kinderen beter willen begrijpen. Want iedereen heeft namelijk een liefdestaal. En in een huwelijk is het heel belangrijk dat je van je partner weet wat zijn of haar liefdestaal is. Want zo ontvang jij liefde. Als jij een liefdestaal hebt, dat jij liefde ontvangt door complimenten, maar jouw partner geeft jou nooit complimenten, dan kan het lijken alsof diegene niet van jou houdt. Maar diegene houdt wel van jou, alleen jij ontvangt liefde anders. Daarom is het belangrijk om van elkaar de liefdestaal te weten. Dit is weer een boek wat ik aanraad voor koppels. De boeken die ik jullie aanraad, ga ik allemaal onder deze video zetten. Dan hebben jullie een heel goed idee. Dus, voor koppels, de 5 liefdestalen. De 5 love languages, als je dat al intoetst op Google, dan vind je dus dat boek. Dus voor degene die meer willen voor hun relatie, raad ik de 5 liefdestalen aan. Dan heb je de Bijbel in gewone taal, dat is de basisbijbel.
voor mensen die het moeilijk vinden om de Bijbel te lezen, die het moeilijk vinden te begrijpen. Dan heb ik een boekje voor gebeden met demonen. Die ga ik dus ook online zetten. En alle andere boekjes die ik met jullie heb gedeeld, die ga ik ook allemaal onder de video zetten. Zodat jullie ook deze boekjes kunnen kopen en jezelf kan verdiepen. Nou, voor degene die hier geen geld voor hebben of die dit niet kunnen veroorloven, laat het gewoon even weten. Stuur me gewoon een e-mail. En dan kan ik jullie best helpen of een van de boeken naar jullie sturen die ik al heb gelezen. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik doe alles om jullie te helpen in jullie wandel. Ik heb zelf ook aan het begin van mijn reis, dat ik me echt ging verdiepen, heb ik zelf ook een hele lieve broeder gehad die mij vaak boeken stuurde. En die mij echt op weg heeft geholpen om te gaan zien van, hey, ik wil me verdiepen, niet vanuit niks. Want als we altijd hetzelfde doen, dan krijgen we dezelfde uitkomst. We moeten nu echt ons gaan verdiepen in Gods woord. Door ook trainingen te volgen die te maken hebben met het geloof. Boeken te gaan lezen, zodat we echt weten, wat geloven wij? Waar hebben wij autoriteit in? Waar staan wij in? Ja, en dan dat andere boekje zie ik nu niet. Het is een boekje over de Heilige Geest. Voor degene die meer willen weten van de Heilige Geest, zal ik ook nog een boekje in het lijstje zetten die mij ook de Heilige Geest heeft doen begrijpen. Het is natuurlijk een drie-eenheid. Het is de Vader, Zoon en Heilige Geest. En je hoort veel over God en natuurlijk over Jezus, onze Redder. Maar de Heilige Geest, het is mysterieus. Wie is de Heilige Geest? Nou, als jij daar interesse in hebt, dan is dat boekje ook heel goed voor jou. En het is helaas weer een Engels boekje. Sorry voor de vele Engelse boeken. Maar ik zal zeker ook nog wel een keer een video maken met Nederlandse boeken. Voor degene die daar interesse in hebben. Dus heb je interesse in meer boeken? Meer van dit soort video's? Laat het dan weten. En misschien denken jullie van, nou, dit is echt helemaal niks voor mij. Sorry daarvoor. En als je dat misschien nog niet hebt, dan wil ik je echt aanraden om daarvoor te bidden. Zodat je ook kan gaan verdiepen. En dat je ook weer nieuwe dingen kan gaan lezen en ondervinden. Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Een hele andere soort video dan jullie gewend zijn van mij. Maar ik hoop toch dat het jullie onwijs heeft geholpen. Zeker dat boekje voor demonen. Aangezien veel van jullie worden aangevallen en ervaren dat jullie echt gebed nodig hebben. En dat misschien niet in jullie gemeente kunnen krijgen. En ook niet altijd van mij. Want ja, ik ben ook maar één persoon. En ik kan ook niet voor mensen privé bidden. Dus wil ik jullie heel erg aanraden om dat boekje te kopen. Of op YouTube het in te toetsen en er dan naar te luisteren. Want ik weet dat er daarvan wel een luisterboek is. Nou, God zegen allemaal en tot de volgende video.